Een hele goede dag. Leuk dat jullie weer kijken naar Prep en Survival. Nou, je ziet het, hè? We zijn weer onderweg, zoals gewoonlijk. En wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een hoop leuke dingen doen. Anders dan anders, denk ik. En dus anders dan anders. Tuurlijk, we gaan wild kamperen. Dat is gewoon een dingetje. Maar we gaan anders snurken. Deze keer gaan we gewoon onder een tarpje slapen. Lekker simpel. Zo min mogelijk proberen mee te nemen. Het had nog minder gekund, zeg maar. We hebben minder meegenomen. En wat meer... Wat luxe meegenomen. Dus ik heb een dikke slaapmat mee, zeg maar. Een expert wintermat van 9 centimeter. Dus ik ga gewoon lekker snurken. Een lekkere dikke slaapzak heb ik mee. Dus dat gaat gewoon goed komen natuurlijk. Maar wat we precies gaan doen. Of wat de bedoeling is in ieder geval. We gaan lekker een stukje hiken. Ik ga Sander trouwens eerst ophalen. Dat ga ik nu doen. Dan gaan we naar de locatie. Dan gaan we een stukje hiken. Een kilometer of 5-6 om en erbij. En de kaart hebben we er allemaal van uitgeprint en gedaan. En wat de bedoeling is, dan gaan we het spulletje opzetten. En dan gaan we proberen om een upside-down vuur te maken. Dus eigenlijk gewoon een stapel hout die je vanaf bovenaan steekt, heel simpel gezegd. En die moet dan langer gaan branden. Dat is een beetje de insteek. Het vuur ga ik proberen aan te maken met een vuursteen. Ja, en een vuurslag. Ik heb wat andere dingetjes nog bij me. Ik heb gewoon allemaal om te proberen natuurlijk. Dat vind ik wel gaaf. Dus dat gaan jullie allemaal natuurlijk vanzelf zien. Ik heb echt een dikke zaag bij me. Echt grote zaag. Zo. Dat zag er niet verkeerd uit. Maar... Ja, dikke zaag bij me, dikke bijl bij me. Die heb ik ook nog nooit getest, deze trouwens, die bijl. Meestal is ze eigenlijk te zwaar als ik voor de dingen die ik wil gaan doen. Maar in ieder geval, die heb ik bij. En ik heb een hangmatje meegenomen. Die heb ik van Arno gekregen. Van een parachutestof gemaakt. Dat wordt mijn stoel vanavond, dus die ga ik ook testen. Dus ik ben zeer benieuwd. Dus maar eerst ga ik even Sander ophalen nou. En dan... En zien jullie mij straks weer. Helemaal niks. Dus we gaan even gauw spulletjes ophangen. En dat laat ik jullie natuurlijk eventjes zien. Of hebben jullie al gezien? En ik kom straks bij jullie terug. Laters!
kwamen er toch mensen voorbij lopen, daar verderop. Toch? Ver van de paden, zijn oude paden zeg maar. En ja, er liep toch iemand voorbij met twee kinderen. Dus dat was een beetje jammer. Dus hopen dat hij niks zegt. Dan zitten we safe. Maar anders is het gewoon ja, weg. Ik kan niks van doen. Maar in ieder geval. Daar gaan we onder slapen. Je ziet het. Onder die Engelse basja. Dik slaapmat eronder. Sander ook. Dat gaat wel heel goed komen. We hebben een touwtje gespannen. Zo, voor als wat. Nou, dat zie ik haast niet natuurlijk. Er is een alarmpje erop, mocht er al doorheen komen. Ja, dan weet je het. Ook wel handig. Nou, hier gaan we dan het vuurtje bouwen. Wat ga ik nou opstellen? Dus dat kunnen we eventjes bekijken natuurlijk. Dus daar ga ik even mee beginnen. Misschien jullie me zo natuurlijk. Maar het loopt allemaal even iets anders dan wat we wel in de gedachten hadden. Er liepen opeens mensen hier voorbij. Dus jullie hebben als het goed is een compilatietje gezien. Van hoe en wat. En het was de bedoeling om een upside down feitje te maken. Nou, dat hebben we eigenlijk ook wel gedaan. Dat kan je wel zien. Er legt dus nog een ladingje onder. Maar dat werkt in principe prima. Ja, het duurde allemaal wat langer. Ik wou even zeker weten dat die mensen echt weg waren. Het was een man met twee kinderen. Dus die waren ook ver van het pad af. Dus ja, hopen dat het hierbij blijft natuurlijk. Ik weet niet hoe het beeld is. Ja, je ziet even mooie verlichting. Zeg zo eruit hoor. Maar vond ik wel grappig om even te laten zien. Ja, normaal had ik hem wel aan laten staan. Maar nu trap ik hem gewoon lekker uit zo meteen. Voor de zekerheid. Je weet maar natuurlijk de fusie ook, maar ja, zekerheidje. Nou, Sander is ook aardig aan het koken, die is lekker op zijn stoof aan het koken. Het gaat ook goed. We hadden wat moeite met aanmaken. Maar, of aanhouden, zeg maar. Het aanhouden. Alles is echt zeik en zeiknat. Dus ik heb ook van de stronken die we hebben, zeg maar, echt het... dingen eraf moeten halen, de borst eraf moeten halen. Het was echt heel erg nat allemaal. Dus, maar het gaat in ieder geval goed. We gaan even lekker de kokkerellen hier zo. En dan komen we straks weer terug, als je me nog ziet. Het is niet zo warm dat als je ernaast zit, dat je dikker wordt. Ja, hè? Kijk. Zo. Nou, wel lekker snurken hier zo. Heerlijk snurken. Het is net op de temperatuurmeter. Was het net iets onder nul. Dus ja, dat gaat afzien worden. Ik ben benieuwd. We slapen natuurlijk in die raap 1100. Dus kijken of we dan wat warm gaan houden vannacht. Dus
Mijn broek ligt er al lekker in. Tot daar kan het niet al liggen. En dan zou ik zeggen, tot morgen. Goedemorgen. Hij ziet het. Allemaal wit daar zo. Het is lekker, lekker gevroren. En het was lekker warm. Goed warm geslapen. Nou, voor mijn doen is dat heel goed natuurlijk. Dus even lekker een bakje doen. Het vuur hebben we gisteravond toch gelijk uitgemaakt. Dus van, nou ja, hè, is allemaal niet zo handig. Dus oké. Maakt maar uit. En zo lekker gaan sturken. Op zich prima gaan slapen onder het ding. Jij ook, hè? Ja hoor. Ja. Heerlijk lekker warm. Lekker warm. Ja. Dus wees is goed te doen. Zo. Dan is even een bakje drinken zo. En dan komt het helemaal goed. Zo. Boesje alvast weer een beetje opgeruimd. Ziet het. Alles weer netjes weg, hè. Leave no trace, hè, noemen ze dat. En staan we even een bakje te doen. Alles al een beetje opgeruimd. Zo. Even lekker chill hier zo. Het vriest nog steeds. Je ziet erachter ook alles wit. Nog. Tarp toen we hem in gingen pakken was allemaal wit. Dus even nog de groet aan mensen die met koffie op de bank zitten. Het vriest hier, hè? Ja, voor mensen met koffie op de bank inderdaad. Niet doen. Ja, die zeggen van, hey, wat hun doen, ga ik dus nooit doen. Nooit doen. Dat was het gat. Goed idee. Oh, mooi zeg. Nou, wel even bakje drinken. Zit er weer op. We gaan lekker naar huis. Hoppakee. Dus, was een koud nogie. Wel lekker warm geslapen, dus dat scheelt. En was min 4 volgens de thermometer. Ja, kan wat schelen natuurlijk, dat weet je niet. Maar het was goed te doen. Zo, even de mensen uit de weg, hè. Dus we gaan lekker op huis aan. En vergeet natuurlijk even niet te abonneren op het kanaal. En een blauw duimpje omhoog is leuk. Daar doen we het ook voor. Dacht het wel. En we zeggen tot de volgende keer. Later.